U kijkt naar aflevering 8, tweede reeks van De Muze. Vanavond voor het eerst in ons nieuwe jasje. In de eerste twee weekends van november opent de Kraaienhofkazerne traditiegetrouw zijn deuren weer voor het Nijmeegse publiek. Men kan dan een kijkje nemen in de ateliers van de daar werkende kunstenaars en hun nieuwste werk aanschouwen. De Muze is volledig gewijd aan deze open dagen. We portretteren vier van de kunstenaars, achtereenvolgens Jannie Bentum, Mechtelt Ketsch, Lucie Besson en Frans Drummen. Jannie Bentum, beeldend kunstenares. Laten we even beginnen helemaal met het begin. Kunst. Hoe komt kunst in jouw leven? Heb je het dan over wanneer ik begon vroeger? Of, nou, in ieder geval de interesse ook. Interesse in kunst. Oh, dat is wel grappig dat je het vraagt. Ik denk dat hij heel laat kwam, want ik ben helemaal niet opgegroeid in een kunstzinnig milieu. Ik was heel erg met de poëzie bezig. En volgens mij gaat dat een beetje over hetzelfde. Mm-hmm. Dus dat verslond ik echt en dat was echt mijn wereld. Dus ik wilde ook iets met poëzie gaan doen. En toen kwam ik op de universiteit, waar ik Nederlands ga studeren. En toen zei ze, als jij iets met gedichten hebt, moet je vooral geen Nederlands gaan studeren. En toen ben ik verder gaan kijken. Ik denk, ja, wat dan? En ik vond het altijd heel leuk om dingen te maken. Maar ik had eigenlijk nog nooit echt van een kunstacademie en zo gehoord. Dus ik ben eerst naar een lerarenopleiding gegaan. Hier in Nijmegen, TATX. Maar daar kreeg ik wel de smaak te verpakken, dus daarna ben ik ook nog naar de academie gegaan. Waar? In Arnhem. Oké. Okay. Ja. En het lesgeven ben ik ook altijd wel blijven doen, dat vind ik ook heel erg leuk. Maar het hart ligt wel bij zelf dingen maken en ook met mensen samenwerken, projecten doen. Het is ook een manier van leven voor mij. Ik vind het ook heel fijn om bepaalde locaties te werken, te plekken te werken. Ja. Misschien toch nog heel even over die poëzie. Ja. Hoe begon dat dan? Ik bedoel, je zegt dat je niet uit een kunstzinnig milieu komt. Toevallig gedichten gehoord, gezien? Nee, ik weet het nog heel goed, dat moment. Ah. Ik was in de bibliotheek, zo'n heel klein bibliotheekje was ik. En daar stak een boek zo half uit en dat was het gezicht van Hendrik Marsman. Dat gezicht en een beetje. Ja, wat was het voor gezicht? Ik zie het nog zo voor me. En, nou, echt zijn gezicht van opzij, zag je. En dat deed me. Toen dacht ik, wow, wat is dat? En ging ik het lezen. En toen was ik helemaal weg van. Toen dacht ik, oh ja. En hij heeft hele hele vitale gedichten. Maar hij heeft ook hele, veel over angst voor de dood. Juist die twee dingen had hij. Juist van de heel hard roepen en juist eigenlijk ook ergens heel bang zijn. En dat herkende ik als puber, vond ik dat, greep mij dat echt aan. Dus dat is eigenlijk mijn, echt zo'n moment dat je denkt, ja! Dit dus het was een gevoel van herkenning ook? Ja, het was een gevoel van herkenning, ja. En ook iets dat ik daar iets mee wilde ook zelf, maar niet goed wist hoe dan. Maar ik weet nog steeds al die gedichten van uit mijn hoofd, weet je wel. Wat je zo zegt over die angst voor de dood en vergankelijkheid en tegelijkertijd dat hart willen schreeuwen, zijn dat meteen twee gegevens die belangrijk zijn voor de kunst die je maakt? Ja, ik denk wel dat dubbele, dat herken ik wel heel erg. Dat juist het een het andere versterkt en ook niet zonder het ander kan. Ik ben niet op een morbide manier met de dood bezig, maar ik zie wel in alles wat er is, dat daar altijd al meteen het vergaan in opgesloten is, zou je kunnen zeggen. Shetland speelt een belangrijke rol voor jou. Misschien kun je dat even kort toelichten. Shetland, dat is het meest noordelijke eilandje van Schotland, is dat. En daar ben ik ooit verzeild geraakt en daar ben ik telkens weer naar teruggegaan, ook vaak om daar te werken, te fotograferen, te filmen.
Je ziet het ook letterlijk terug in mijn werk, je ziet het terug in video, je ziet het terug in installaties. Maar het doet me in de zoektocht. Ik zie het zelf met kunst maken. Ik ben aan het zoeken, dingen aan het, alsof ik in een donkere grot zit en met een lampje af en toe wat beschijn. En dan denk je ja, en dan ga ik weer verder. En zo. Esthetiek is niet de belangrijkste reden waarom jij kunst maakt. Nee, esthetiek is niet het doel. Het kan daarin verweven zijn. En ik zoek wel, bijvoorbeeld als ik met die video's, als ik daar stills uithaal, nee, dan let ik niet op esthetiek. Ik let wel op compositie, maar dan wil ik dat het nog weer, dat is eigenlijk het centraal thema, dat het weer rijdt naar iets wat voorbij dat beeld ligt. En niet ophoudt bij, oh, dat is een mooi plaatje. Want dan houdt het ook op. Dan houdt de vraag ook op. Ben je dus heel erg terug bij de poëzie? Ja, eigenlijk ben ik weer terug bij de poëzie. Ja. Ja. Ik ben ontwerper. En ontwerper vooral van textielproducten. Ik ontwerp dan niet zozeer de vorm van het product, maar meer de plaatjes, de prints die erop komen. En ik vat dat wel heel breed op. Ik bedoel, textiel kan je van alles van maken. Ik heb weliswaar modevormgeving gedaan op kunstacademie, maar dat wil niet zeggen dat ik ergens kleding van maak. Want ik ben ook een beetje een laie uitvoerder. Ik vind het vooral leuk om iets met die textiel te doen, om daar een mooi verhaal op te zetten als het ware. Maar wat er verder mee gebeurt, is wat ik zelf voor producten daarbij heb ontworpen, zijn sjaals. Dat is eigenlijk gewoon een lap stof die netjes is afgewerkt. Dan heb je een sjaal. Ja. Maar in wezen zijn het ook stoffen die je ergens anders voor zou kunnen gebruiken. En maar ik beperk me daartoe. Het uitbrengen van eigen collectie kleding bijvoorbeeld is zo'n hoop gedoe. Ja. En daar ben ik een beetje van afgegaan. Dus nee, ik beperk me tot het ontwerpen van prints. Daar wil ik het graag met je over hebben. Ik zou toch nog even, voordat we daarna overgaan, van je willen horen. Van hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben jij tot het ontwerpen gekomen? Ja, ten eerste is ontwerpen is dan iets wat je nodig moet doen. Daar hoeft niemand je toe aan te zetten. Heb je een soort knopje en dat werkt als je dingen ziet of gaat opzoeken. En, dus het ontwerpen aan zich is iets waarvan ik denk, ja, dat heb je in je of niet. Het andere is dat de manier waarop ik nu ontwerp is misschien ook wel een beetje een reactie op hoe ik in het verleden heb gewerkt. Heel commercieel eigenlijk, hè, met opdrachtgevers. Die zeiden, verdien die doelgroep, moet je dat en dat maken, zoveel mag het kosten. En daarbij heb ik eigenlijk niet helemaal mijn eigen weg kunnen volgen. Want dan moet je inderdaad altijd binnen een bepaald kader werken. En op een gegeven moment heb je toch behoefte aan die vrijheid. Of dan denk je van, ik wil het zelf bepalen. En dan, als ik het heel eerlijk zeg, dan denk ik ook van, want ik weet het soms gewoon beter. Okay. Dus ja, op een gegeven moment ga ik mijn eigen gang. En ik ga gewoon ontwerpen wat ik leuk vind en wat ik de moeite waard vind. En ook omdat ik vond dat het ergens over moest gaan. En dat is een beetje ook wat je in die mode en die designwereld vaak tegenkomt. Is dat het heel oppervlakkig blijft. En dat er eigenlijk die dingen waarvan jij als ontwerper denkt dat het belangrijk is. Bijvoorbeeld aan een kledingstuk of aan iets anders. Dat het vaak moet worden weggesaneerd. Omdat het te duur is in de uitvoering. En daar wilde ik me eigenlijk niet meer mee bezighouden. Ik wilde gewoon echt voor de inhoud gaan. En ja, dan moet je gewoon soms met je eigen producten gaan beginnen. Daarmee zitten we eigenlijk al heel erg, denk ik, in de manier waarop jij heel specifiek werkt. Namelijk het verhaal achter datgene wat je maakt. Ja. Kun je misschien aangeven hoe dat je dan precies te werk gaat? Ik bedoel, heb je eerst het idee voor zo'n verhaal? Of is er eerst het product waarvoor je het moet maken? Het product is gewoon textiel. En wat ik al zei, als je er een naad in zet of een voering ergens tegenaan zet, dan heb je een, bij wijze van spreken een sjaal. Dan is het product al klaar. Ja. Dan heb je wel bijvoorbeeld te maken met een vorm waarbinnen je dat gaat doen. Het verhaal, ja, ik denk, je kijkt om je heen en je hebt een verhaal te pakken. Maar het begon ook dat ik dacht van, god, wat vind ik nou interessant, wat speelt er om me heen? En dat zijn gewoon vaak dingen die je leest, kan in de krant zijn, of een boek wat je hebt gelezen dat je interessant vindt, of dingen die je überhaupt intrigeren en waarvan je denkt van, vind ik eigenlijk wel leuk om iets mee te gaan doen.
Ja, wat voor verhalen heb ik dan op een sjaal gezet? Het was vorig jaar, het jaar daarvoor was het Darwinjaar of zo. En dan word je helemaal op tv, je kunt niet kijken of je ziet ergens iets over Darwin. En toen dacht ik van ja, dat is dan toch kennelijk een heel belangrijk iemand geweest. En denk ik, laat ik het verhaal van Darwin eens in een paar plaatjes vangen. Want ik dacht wel, ik maak plaatjes. En ik ben ook gewend om, ja, omdat je dan toch een vorm van toegepaste kunst maakt. Hè, iets wat je, een duidelijk product. Ben je wel gewend om het te vertalen in iets wat behapbaar is en in beelden die begrepen kunnen worden. Dus ik dacht, het kan een soort stripverhaal worden, maar dan niet in de manier zoals je gewend bent. En nou ja, ik kan even zo'n sjaal laten zien. Heb ik bijvoorbeeld een. Ik denk, wat speelde allemaal? Hij ging weg op die Beagle en hij heeft onderweg allerlei dingen gezien en onderzocht. Maar het begint met dat het een onderzoeker was. Ja, ik heb ooit een foto gemaakt met de loep van mijn opa. Dus deze, een hele oude loep. Dus ik ga het over goed kijken en onderzoeken. Okay. En dus daar begint het eerste beeld mee. Want even voor de duidelijkheid: jij begint aan dit ontwerp en dan heb je al wel een soort. Narratief, een verhaal in je hoofd? Nou ja, ik denk er moeten verschillende fases uit zijn leven moeten daarin zitten. En dan moet ik in een beeld kunnen vangen. Een beeld wat begrepen wordt, maar tegelijkertijd, want dat is natuurlijk wel altijd met een product. Het moet er ook leuk uitzien. Want alles houdt op als het niet mooi is. Nou, het verhaal gaat al verder. Zie je hier de Beagle. Dat heeft ooit iemand geschilderd toen die meevoer op de Beagle. En er staat een verslag uit zijn. Dagboek staat er overheen. Nou, dit zijn. Zeepokken. Hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar zeepokken. En ergens is hij daardoor denk ik op het idee gekomen van er is een verband tussen bepaalde zaken. Nou, dan moet ik hem nou omdraaien, want je moet natuurlijk met een sjaal rekening houden en die draag je zo. Ja. Dus die plaatjes moesten omgekeerd worden. Ja. Nou, hier zie je hem zelf, een oude foto van hem. Hier is Bahia Blanca, daar is hij ook geweest. Daar is een verslag van de Darwinvink. Ja, kijk, voor mensen die Darwin niet kennen is dit een mooi plaatje. Ja. Maar voor de kenners is dit duidelijk, dit is Darwin vink. Ja. Nou, en hier komt dan eigenlijk alles samen, hè? The Origin of Species, waarin hij eigenlijk zegt van nou, zo zit het in elkaar, ons leven of het leven. En dit zijn aantekeningen uit zijn eigen notitieboekje. En daar heb ik dan een soort dessintje onder gezet, maar dit is zijn originele handschrift en zijn tekening. Okay. Ik kom uit Siberië. Ja, 23 jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen. Ik heb twee academies, kunstacademies achter de rug. Dus eerst schilderkunst en tekenkunst studeerde ik in Kemerovo in Siberië. En later in befaamde Stroganov school academie in Moskou. En toen studeerde ik design. Textiel eigenlijk, interieur. Dus uitgebreide opleiding heb ik in Rusland gekregen. Ja. En dus ook heel divers in wat je aan soort kunst maakt? Ja, eigenlijk. ik ben veelzijdig. Ik maak schilderwerk. Portretten met olieverf op doek, tekenen op papier, en fotografie en films. Dat is dus alles wat ik maak. Alleen thema is misschien één groot thema in mijn werk. Het is mens, staat centraal. En ik portretteer op alle mogelijke manieren. Ja. Dus. Daar wil ik het heel graag met je over hebben, maar misschien toch nog heel even terug naar je ontwikkeling als kunstenaar. Kun jij je nog herinneren dat je voor het eerst geconfronteerd werd met kunst, of in ieder geval dat je dacht van wauw, dat wil ik ook? Ja, dat is eigenlijk de mooiste herinnering. Toen ik jaar of 7 oud was ik probeerde mijn opa te tekenen op papier. Dat was. Toen was ik bezig met mijn boek Searching for the Soul. Ik moest nadenken, waar komt het vandaan? Zo'n aanleg of talent voor portretten te schilderen en zo.
En toen dacht ik, ja, dat gebeurde toen nog onbewust. Heb ik die tekenen gemaakt van mijn opa en daarna nog van... dat was een icoon die op de commode van mijn oma stond. Zo'n hele simpele, eenvoudige, zwart-wit foto van Maria met de kindje Jezus. En ik heb het ook nagetekend, helemaal precies, bijna fotografisch. Dus sindsdien denk ik dat ik zo'n geheugen, visuele geheugen heb om te portretteren. En ja, het gaat goed eigenlijk. In zekere zin zou je dus... Wat zei je? Nog steeds. Ja. In zekere zin zou je dus kunnen zeggen dat je toen al je thema te pakken had, je grote thema. En tegelijkertijd dat je ook op de manier werkte waar je nog steeds op werkt. Heel precies, realistisch. Ja, ja, dat zit in mijn karakter. Ik ben perfectionist. Qua natuur. En dat geldt me in mijn werk. Eigenlijk, als ik niet tevreden ben over klein detail of zo, dan moet ik nog over en over doen. En dat, soms vind ik het lastig, vervelend, maar voor mij belangrijk is resultaat. Bijvoorbeeld het portret van de burgemeester van Beuningen, die ik 1 jaar geleden heb geschilderd. Ik wilde hem natuurlijk ook zo precies zoals hij is schilderen, maar toch niet echt plat, fotografisch, maar toch levend, net als alle portretten wat ik maak. Die moeten gewoon levend zijn en niet als karton of gewoon plat geschilderd. Ik moet nog heel lang worstelen totdat het resultaat goed is. Gebruik ook mijn kennis van technieken van wat ik in Rusland studeerde. In mijn academies. En ook, ik kijk natuurlijk ook veel oude meesters, bijvoorbeeld in het Rijksmuseum net geweest. Dat is prachtig. Wat Rembrandt of Vermeer maakte, dat is natuurlijk top. Dat wil ik ook een klein beetje bereiken, maar ja, niet iedereen kan dat. Dus ik ben zo blij dat ik in Nederland kan alles zien. Dat ik hier leef, woon, ik bedoel, ik kan werken. Ja. Ik ben dus Frans Drummen. Ik heb hier mijn atelier in de Kruinhofkazerne. Zoals je ziet in mijn atelier ben ik op heel wat terreinen actief in de beeldende kunst. Ik zit al vrij lang hier in dit complex. En samen met een aantal andere kunstenaars organiseren we elk jaar open ateliers. En dat is ook de reden dat wij nu hier met het interview zitten. Ja, wat wil je verder van me weten? We gaan over een aantal dingen praten, want je bent al eerder in de Muzen geweest. En daar zitten een paar elementen in die ik er graag even uit wil halen. Waardoor we misschien ook het geheugen van de kijker een beetje kunnen opfrissen. Je hebt ooit gezegd in een interview met mij dat je jezelf niet echt ziet als een esteet. Zou je dat misschien nog kunnen toelichten? Als je te veel met esthetica bezig bent, dan krijg je toch gauw het idee dat een schilderij mooi moet zijn. Met mooie kleuren en uitgewogen composities. Ik geloof veel meer in een directheid van werken met materiaal, waardoor je op een gegeven moment interessante beelden kunt creëren. En als je te veel esthetica in een werk legt, dan wordt het toch vaak iets wat in een bepaalde sfeer blijft steken. En dat vind ik dikwijls te weinig. Ik geloof in een soort directheid die werk moet uitstralen. En die directheid zoek ik vooral door
ja, heel direct met materialen te werken en daar ook ja, actief mee te stoeien. Als ik me goed herinner, zei je toen ook iets van, ja, ik vind het soms te gemakkelijk alleen maar die schoonheid. Moet kunst dan ongemakkelijk zijn? Nou, niet per se ongemakkelijk, maar wel meer dan alleen maar het begrip mooi. Ik vind inderdaad dat kunstwerken moeten aanspreken, een bepaalde emotie moeten raken. En dat kan best zijn dat het soms wat ongemakkelijk is als je naar een beeld kijkt. Of dat een tekening of een beeld ja, je interesse vangt omdat het een hele aparte manier van werken is geweest. Dus een soort eigenheid heeft die verder reikt dan wat men in het algemeen als mooi betitelt. Het gaat jou dus niet, als je kunst maakt, om het behagen van de kijker daarvan? Nee, dat vind ik inderdaad treffend uitgesproken. Als je het wilt gaan behagen, ja, dan wordt het ook heel vaak kitsch. Dan ja, drijf je eigenlijk ook weg van, ja, wat kunst eigenlijk zou moeten zijn. Dat mensen, ja, geraakt moeten worden, vind ik. En ja, behagen, dat leidt al tot trucjes. En ik denk dan, ja, dan gaat het beeld ook langzamerhand dood. Tenminste, het beeld wat echt zou moeten spreken. Een ander belangrijk aspect, toch in ieder geval aan jouw werk, is dat het zich voornamelijk afspeelt in series. Jij werkt serieel, zoals je dat zelf noemt. Je hebt ooit ook de term verzamelingen gebruikt. Dat is nog steeds zo? Ja, dat is zeker nog steeds zo. Ik geloof op de eerste plaats dat wanneer je geconcentreerd bezig bent met een bepaald thema, dat het goed is dat je dat van alle kanten probeert uit te diepen. Ik ben bijvoorbeeld afgelopen jaar bezig geweest met een serie over bloemstillevens. Nou ja, als je één bloemstilleven maakt, dan ontdek je al vaak allerlei nieuwe aanknopingspunten. Je kunt het hebben over het blad, je kunt het hebben over de knop, de bloem. De rangschikking van bloemen, allemaal verschillende insteken om een bloemstillevens te maken. En ja, ik geloof ook wel in productiekracht. Naarmate je ja, indringend met een bepaald thema bezig bent en daar ook een zekere veelheid in produceert, ontstaat er vanzelf ook wel een bepaalde ja, kwaliteit, omdat je elke keer, ja, weer verder duikt in de uitwerking van zo'n thema. Ja, dit zijn een aantal bloemstillevens die ik gemaakt heb afgelopen half jaar, geïnspireerd op Van Gogh. Van Gogh heeft in 1886 in een half jaar tijd 35 bloemstillevens in Parijs gemaakt. Een unieke productie, vind ik. Ik werd getriggerd om ook eens een keer een serie te maken. Ik heb deze bloemstillevens ja, geschilderd, maar tegelijkertijd ook uitgegutst. Dat zijn eigenlijk reliëfschilderijen geworden. En door het reliëf gaat in ieder geval de oppervlakte van het paneel ook meedoen in het geheel. En dat vind ik dus interessant. Vervolgens heb ik dit soort panelen voor een deel ook weer omgezet in zogenaamde frottagetekeningen. Omdat het een reliëf is, kun je er een stuk papier overheen leggen en dat met kleurpotlood afwrijven. En dan ontstaat er dus gewoon een tekening. En ook die tekeningen zijn een aparte nieuwe serie geworden. Dus ja, het ene beeld roept weer andere beelden op. En dat vind ik vaak heel, dat vind ik een beetje mijn manier van werk. Ja. De open dagen van de Krijhofkazerne zijn in de weekends 2 en 3 en 9 en 10 november. Vrijdagavond 1 november is de opening om 8 uur. Dat was het voor vandaag. Deze aflevering van De Muze werd gemaakt door Stephanie de Beer en Bas Andriessen. We zijn er weer op 24 november. We hopen dat u dan weer kijkt.